kwamen ze nodige tegenslagen nog altijd rond met een vrolijke twinkeling in haar ogen. En die positieve houding zou ze graag delen met een leuke, stoere man. Dagelijks leven wij een alleenstaande moeder. Ik heb een zoontje van 12 jaar, die heb ik 24/7. En we zijn heel erg op elkaar aangewezen, maar hij is nou wel gelukkig zelfstandig genoeg dat ik toch kan gaan en staan waar ik wil. Ja, vandaar dat ik eigenlijk ook hier zit nou. Tijd voor Jolanda, ja. Dit zijn niet mijn eigen haren, dit is een pruik. En daar speel ik ook mee. Ik voel me met dit type haar, voel ik me gewoon vrouwelijk. Ik heb nog nooit een relatie gehad eigenlijk, waar je in gaat samenwonen, dat je samen keuzes maakt, samen meubels uit gaat zoeken, dingetjes bespreekt. Nee, dat is voor mij nog niet weggelegd geweest. Nee, en dat is toch wel iets waar ik eigenlijk wel altijd heel erg naar verlangd heb. Oh, het gaat helemaal. Shit. Qua innerlijk van een man denk ik wel dat ik graag iemand zou hebben die zijn partner, zijn vrouw, vriendin, weet je al, ook voorop stelt en ook in bescherming neemt. Mij laat zien en voelen dat ik het waard ben. Ik geloof zeker nog wel in de liefde. Ik geef de hoop niet op. Hoop doet leven. Ben klaar. De band die Jolanda heeft met haar zoon, heeft alleenstaande huisvader Silvio ook met zijn twee kinderen. Hij is 52 jaar en ziet zichzelf al oud worden met een vrolijke vrouw die houdt van goede gesprekken. Oh, liefdesgebied, ik denk dat het soms wel eens aan mij lag, maar ik ging eigenlijk nooit op stap. Dus ik was wel altijd degene die aan het werken was, altijd bezig. Weinig tijd voor de vrouw, zullen we maar zeggen. Je doet niet altijd alles goed in het leven en geleerd ervan en heb ik geleerd en dan moeten we verder. Waar ik naar uitkijk op deze moment is gewoon een lieve vriendin die het begrijpt. Die kletst, die lacht, die alles. De liefde, zeg maar. Daarom zit ik hier. Romantisch. Als je naar het strand gaat en je gaat daar lekker overdag liggen, je gaat s'avonds zweten, is kei leuk en dan s'avonds nog weer op strand. En wat doet iemand die s'avonds over het strand loopt? 1 en 1 is 2. Seks is wel belangrijk, ja. Maar ik vind geen paardenclub leuk en die dingen, nee, daar hou ik niet van. Het is gewoon normaal in mijn eigen bed. Of op de bank of in de auto in de bossen, maar niet in een ander bed. Dat is het belangrijkste. Hoi. Hallo. Kijk eens, goedemiddag. Hi. Jonge dame, alles goed? Ja. En Wil? Jolanda. Kijk, Jolanda. Kijk eens, iets voor jou bij. Dankjewel. Kijk eens. Ik heb ook wat voor jou. Oh jee. Een wijntje. Ik heb er geen verstand van. Ook niet. Nee, ik heb met de kleuren uitgezocht. Oh, kijk, dat is leuk. Kijk maar. Doe je maar even stappen. Ik ben kei zenuwachtig. Ik tril helemaal. Ik bijt niet, dus. Nee, ja, echt waar. Ja, ik zit echt helemaal spannend. Hi, blind date. Hier zijn we dan. Hopelijk gaan we een mooie tijd van maken en lukt het ons om in 2, 3, 4 dagen elkaars hart te raken. Groetjes, Sylvie ook. Is wel mooi gedaan. Ja, hè? De naam is mooier dan de persoon zelf. Ja. Kijk, daar is Anne. Ja. Kijk, je hebt er wel werk van gemaakt, hè? Ja, tuurlijk. En dit? Magic ball, magic eat. Moet je schudden? Oh, schudden? Ja, en dan een vraag stellen. En dan krijg je dat dan. En kijk hier. Dat meen je niet. Ja. Hoe warm is het? Want ik heb het zo Ja, ik kom nog niet veel te staan, hè? Maar dan kom ik wel mee in roosje. Ja, schandalig. Ja, het is echt schandalig. Oh, dit is zo lekker. Lekker in de buitenlucht. Ja, meisje, ja, dan moet je opschrijven bij je rust. Van vleesjes. Vleesjes. Spekklapjes vind ik lekker. Vis. Ben je een vleeseter? Ik eet alles. En vis ook? Ook, dus alles. Kreef. Serieus? Granalen. Voor op de dingen? Ja, granalen. Dat was zo lekker. Slakken. Oh, ja. Dat is niet baden, dat is allemaal lekker. Het is gewoon goed met speklappen en kipvlees. Maar dit is genoeg, Jolanda? Even denken, ik heb honger. Gewone chips en paprika chips. Oh, dan doe maar. Wat schiet. Ja, dan niet. Hier heb ik 2 zakken chips. Ik ga wel een stukje worstelen, zullen we dat doen? Oh, dat is ook goed. Nou, we hebben toch lekker iets te snoepen, hè? Dat is Italiaanse worst, dat is lekker. Ja, ik ben niet zo kapot van worst. Dat is lekkerder dan chips. Ga je die eentje proberen? Jij houdt allemaal van hele lekkere dingen. En s'avonds lekker voor de bank de tv, film kijken en eigenlijk niet te veel doen. Ja. Met welk kapsel moet jouw partner absoluut niet thuiskomen? Heel kort. Dan zit hij eronder. Echt waar? Schiet dus de pruik op en s'nachts ga je in de bed zitten, de pruik aan en dan. Ja.
Wanda kan zichzelf helemaal verliezen in het beschilderen van kastjes. En wil die hobby graag delen met haar date. Kijk nou zo, hij wordt gewoon steeds mooier, hè? Ja, dat weet ik. Dat snap ik zelf. Hoe ouder, hoe mooier. Nou doe ik ze nog gewoon als glas. Maar thuis zou ik echt proberen, weet je wel, helemaal dicht te maken. Maar heb ik tijd? Nou heb ik geen tijd. Hoezo, je hebt 24 uur de tijd? Ja, maar dan ziet iedereen ons al hier altijd tijd buiten staan. Nee, ons niet, maar jou misschien wel, maar ons niet. Ik gooi je niet onder aan buiten staan. Ik ga straks lekker eten, dan heb ik mijn hobby. Maar ik moet wel lachen, want als ze nou straks lekker zitten te goe met en zo, hè, dan zit ik door aan een kipfiletje van 71 cent. Ja, lekker. Dan vind ik het zeker McDonald's ook lekker. Ja, dat vind ik ook wel lekker, ja. Ah, dat is toch geen eten, man. Is Jolanda eigenlijk wel geknipt voor Silvio? Hoe kan hij een nekke pruik opzetten? Omdat ik niet blij ben met mijn eigen haar. Nekke kort haar? Ja. Zij zijn vrouw bed wat dan? Ja, dat is af. Maar weet je, heel veel vrouwen een haarstuk hebben of pruik en... Ja, met de carnaval. Tot morgen!